Het zal wel aan mij liggen, vrienden, maar ik kan het echt niet meer volgen, hoor. Ja, het asielbeleid. Het ligt nog niet aan mij. Jullie kunnen het waarschijnlijk toch ook niet meer volgen. Dat is toch nog helemaal hier van de besjokken, hè. 50.000 zouden er maar komen per jaar. Dat was ongeveer de bedoeling. En dat vonden we met z'n allen al veel te veel en niks. En nee hoor, nu komt er gewoon veel meer. Nu komen er 77.000 dit jaar. Die komen erbij. En dat wordt dan elk jaar nog meer ook. Want die mensen die nu dan binnenkomen, hè, een jaar later komt hun familie ook nog eens een keer over naar Nederland. Ja, kom maar binnen met je knecht. Ja, en die van de Burg... Die van de VVD, ja, die weet het ook niet meer. Die zegt, ja, ik heb ook geen idee wanneer het kabinet gaat komen met de beloofde maatregelen. Nee, dat weet hij ook niet. Hoe ben je die? Die zegt ook van, ja, ik kan daar geen zinnig antwoord op geven. Hey, hallo, van de Burg, van asiel, daar zit jij voor. Ja, om daar antwoord op te geven. En dat weten ze dan helemaal niet. Dat geeft ook de enorme chaos aan, vrienden. Dat ze er helemaal niet uitkomen, weet je nog. En, van dezelfde partij, Rutte, VVD, die kwam vertellen van, ja, nee, maar we gaan nu wat aan die instroom van die migranten, daar gaan we wat aan doen, hoor. Gaat nu, nee. Weet je nog, dat had je allemaal beloofd na dat pittige gesprekje, weet je nog, met die Sophie Hermans. Ja, en er komt dus helemaal niks van terecht, van al dat gewauwel en gedoe. Helemaal niks. En ook binnen dat kabinet komen ze er helemaal niet uit. Want het D66 houdt dat natuurlijk allemaal tegen. Want die zijn van, kom maar binnen met je knecht. Ja, en daarom is Nederland, en dat blijkt dus nu ook, ja, is het land die de meeste mensen toelaat. Dat is Nederland. En dat horen al die mensen. En die komen natuurlijk allemaal op een holletje naar Nederland toe. Maar nu, ja, moet je daar gaan. Maar dat komt ook omdat ze bij die IND, bij die migratiedienst, daar hebben ze dus te weinig personeel. Het is toch moedeloos wat te worden, vrienden. En daarom, ik kan het niet meer volgen gewoon. Dat dit soort dingen allemaal gebeuren. En nu zeggen ze dan ook, en dat is helemaal niet meer te geloven. Dan zeggen ze, ja, we gaan nu controleren. Het gaat dus nu, het is al jaren dus niet gebeurd, hè, vrienden. Kan je je voorstellen? We gaan nu controleren of het klopt dat ze ook uit dat land komen dat ze zeggen. Dat gaan we nu controleren. Oh, dat gaan we nu pas controleren. Ja, ja, ja. En daarvoor is het van, ja, oh, kom maar binnen. Kom maar binnen. En nu moeten ze dus in het tweede helft van dit jaar, moeten 27.000 asielzoekers moeten ze een huis geven. En die moeten ook nog even een huis krijgen. 27.000. En Nederlander, die kan helemaal niet aan een huis komen. En we bouwen al veel te weinig huizen. Maar 27.000, die kunnen we al even een huis krijgen. Vrienden, dat is toch allemaal niet te volgen. En dan gaan ze ook nog eens een keertje, boven de miljarden die ze allemaal al uitgegeven hebben, nog eens een keer 9 miljard wordt er weer ingestopt in dit hele verhaal van het asiel. Je hoort mij niet zeggen dat je niemand van die mensen moet helpen. Maar je mag toch wel aan de voorkant wel ietsje behoorlijk veel strenger zijn. Hè? Zou dat misschien kunnen? En voor 9 miljard kan dat niet naar de mensen gaan die het gewoon slecht hebben nu in Nederland bijvoorbeeld. En in armoede leven en noem het maar op en die het moeilijk hebben. Zou dat misschien kunnen dan? Nee, dat kan allemaal niet. Oh, vrienden, daarom, ik kan het allemaal niet volgen.
En dan zitten ze ook nog eens een keer daar bovenop. Daar gaan we met al die ellende. Het is één grote lawine gewoon. Het is een lawine van ellende en die wordt alsmaar groter. En let op, of je hebt al die gemeentes, die willen ook allemaal niet die mensen opvangen. Dus dat heb je daar ook nog eens een keer mee te maken. En let op, over 10 jaar dan komt er een rapport uit over dit hele verhaal. En dat het kabinet en de Nederlandse regering toen gewoon enorm gefaald hebben met het asielbeleid. En dat ze hebben zitten toekijken. En dat ze het allemaal op hun beloop hebben gelaten. En dat ze veel en veel te weinig actie hebben ondernomen. En vrienden, dat rapport, dat hoeven wij niet meer te lezen. Nee, dat hebben wij al gelezen.